U heeft verschillende mogelijkheden voor uw geld. U kunt het uitgeven of thuis bewaren in een oude sok. Ook kunt u het op een spaarrekening zetten of ermee beleggen. Sparen en beleggen zijn de twee meest gebruikte manieren om geld te laten groeien. Nederlanders beleggen in verhouding weinig. Veel mensen denken dat ze te weinig kennis hebben over beleggen. Wat is beleggen eigenlijk? Beleggen is iets kopen in de hoop dat het meer waard wordt. Dat iets kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een huis. Stijgt het huis in waarde, dan is de winst voor u. Een schilderij of een oldtimer kopen is ook een vorm van beleggen. Het doel van beleggen is om uw geld op langere termijn te laten groeien. Beleggen kan winst opleveren. De winst bij beleggen heet rendement. Met dit rendement heeft u later wat extra geld achter de hand. Beleggen is anders dan sparen. Sparen en beleggen hebben allebei voordelen en nadelen. Bij sparen krijgt u rente over uw geld. U betaalt meestal geen kosten voor sparen. Bij beleggen betaalt u wel kosten, maar heeft u op de lange termijn kans dat uw geld meer groeit dan bij sparen. Zeker als de spaarrente laag is. Beleggen is niet zonder risico's. Goed om te weten voordat u gaat beleggen.